He's fighting with the ratata. I'm going to hit now snooze. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe Pokémon Go vlog video. Jullie vroegen erom, we zijn bij de Efteling geweest. Nou ja, ik. Maar dit keer wou ik niet alleen gaan, dus ik heb het hele team meegenomen. We zijn dus allemaal in onze Pokémon outfit. En ja, en Pokémon Go outfit zelfs. Achterkant ook. En dan moeten we denken dat hij eigenlijk bij Team Valor zit. Dat is echt jammer. Nee, hij zit bij Team Harmony. Harmony, ja. Jullie hadden dus gevraagd of we naar Kijkduin kunnen gaan. En ondertussen na een hele, ja, parkeerprobleem. Vertel. Yeah. Nou, ten eerste, eigenlijk alles zit hier gewoon vol. En ten tweede, dan kom je bij een stuk parkeerruimte aan, waarbij een beetje chagrijnige parkeerwachters zijn. Ja, ik kan wel een even niet gebruiken. Bedankt. Ik echt serieus, moet je kijken of auto's dat hier wel niet staan. Dat is gewoon echt... Whoops! Nou, zoals altijd, aan de linkerzijde, zeg ik nou goed, Eevee? Aan de linkerzijde, en niet aan de rechterzijde, want bij de Efteling ging dat fout. Daar komt af en toe nog wel eens een keer de gameplay in beeld. We lopen nu richting dat beruchte Pikachu-bord. Dan gaan we dus, het eerste beeld aanzetten. Dan moeten we heel eventjes gaan kijken. Maar er zijn heel veel legendarische Pokémon. Ik heb 13 kilometer eieren die op het punt staan uit te komen. Dus, Hoezo niet legendarisch? Ja, niet legendarisch. Zeldzame. Zijn ik legendarisch? Jij zei legendarisch. Legendarisch. Ja, ik vind... Vergeet niet, Arcanine is een legendarisch Pokémon. Ja, en Magikarp heeft ook een legende dat als hij over een waterval heen kan klimmen, dat hij evolueert in Gyarados. En niet te vergeten, als je hem de verkeerde kant op houdt, dat hij al gelijk uitgeschakeld is. Legendarisch gewoon! Eevee is legendarisch, Magikarp is legendarisch. Maar ik heb zelf verhalen gehoord, Hunter is een spook. En... ik heb zelfs verhalen gehoord dat er dus Blastoise hier gevangen is en weet het allemaal nog meer. Eén ding, en dan wil ik jullie wel even op het hart drukken voordat we dit avontuur gaan beginnen. De regels waar je echt rekening moet gaan houden bij drukke plekken waar Pokémon Go wordt gespeeld. 1. Hou je omgeving in de gaten. Ga niet zomaar in één keer lopen totdat je tegen een paal aanloopt. Hou je omgeving in de gaten. 2. Het is een openbare plek, dus hou het netjes. Ga geen schreeuwpraktijken, hard rennen, mensen aan de kant duwen omdat er toevallig een zeldzame Pokémon is gespawnd. Hou respect voor elkaar en ga dus niet lomp doen op openbare plekken. 3. Nogmaals, hou het netjes. Als je ergens drinkt, eet, wat dan ook, gooi je afval in een prullenbak. Dat zijn echt de 3 belangrijke punten. Hebben we daar nog iets aan toe te voegen? Kan niet veel plezier! Ja plezier, maar ik heb het echt over... Ja. Pokémon Go wordt namelijk een beetje door sommige mensen die regels dus gewoon de lak aan hebben, wordt Pokémon Go een beetje een slechte naam gegeven. En dat willen wij dus fixen. Dus vandaar dit belangrijke bericht naar jullie toe. Speel Pokémon Go dus ook echt verantwoordelijk. Ja, ik weet een oplossing om er een Magikarp van te maken. Ja, precies. Of een Eevee. Veel beter bord al, nu al. Ja. Wij zijn Team Harmony met Hunter, met Magikarp en met Eevee. Ja. Oh, jongens. Nee, moet gefixt worden, moet gefixt worden. Veel beter. Magikarp wil er ook bij. Hunter er ook bij. Veel beter. Welkom in Kijkduin, Pokémon hoofdstad van Nederland. Jongens, hier wil ik jullie op quoten. Alles wat je in het nieuws en alles leest. Pokémon hoofdstad van Nederland. Die hebben ze zelf geplaatst. Jongens, ik ga kijken wat er te vangen valt. Mocht we ergens rustig komen te zitten, dan komt dus links van mij in beeld. Dan komt dus hier ergens in beeld. Als ik haar opneem, maar ik ga eerst zelf heel eventjes kijken. We hebben een hele dag dus proberen zoveel mogelijk beeldmateriaal te krijgen. Ja? Inderdaad. En ik heb genoeg cameramannen, tenminste mensen die ik even als slaafje kan gebruiken. Auto? Wil geld zien. Jongens, serieus. This is what I was talking about. Ik heb nog steeds geen beeldmateriaal gefilmd, omdat we zijn een beetje aan het rondlopen om te kijken wat ons te verwachten staat.
Dit staat ons te wachten. Constant een horde die van A naar B loopt zonder echt op te letten van waar ga ik naartoe? Doe al, dit niet. Al valt dit nog enorm dit valt mee. Wat extreem mee zelf. Ja, wat we daar zagen, dat was echt mensen die sprongen gewoon over die schutting heen, over de prikkeldraad heen. Ronde doorkropen. En er was ook nog eens een keer een prank. Ook iets. Doe niet pranken. It's boring. It sucks. Ik ga daar zitten. Ja. Hij zat recht boven je. Oh, oh, oh. Hij zat recht boven je. Ik ben geen ik en de wind, geen en de wind heeft jou gered. De wind heeft jou gered. Nou, ik ben die beesten die targeten gewoon op ons. Ja. Ik ben gelukkig geen ongelukkige Leroy. Dat is onder de gordel, meid. Oh. I know. Dat is heel erg laag. Ja, shame. Shame on you. Ja, geef Hunter niet de schuld. Het gaat om jou. Je probeert nou zelfs aan Ger en Hunter de schuld te geven. Nee, houd het eerst alleen maar met me eens. Jij bent nog erger dan die jongster met zijn ratata. Wettigheid. Dat is hem dan. Vertel een Magikarp verhaal. Ja, Magikarps. Duurt te lang. Zeg het. Magikarp verhaal. Overal zijn ze. Honderden mensen heb ik al gehoord. Uit eieren. Ze blijven maar komen. Hij is er blij mee. Hun? Nee. We gaan gewoon lekker langs het strand lopen en we gaan kijken wat we kunnen vangen. Dus je mag gewoon rondfilmen hoor. Mijn stem horen ze wel, hun stem horen ze wel, ik ben niet alleen. Ja, zeker. Pas wel. Zoals jullie kunnen zien, nog 9,4 kilometer. Of nog maar 600 meter en er komen 310 kilometer rij uit. Ik ben zo nerveus. Ik hoop dat echt. Ik hoop op een Eevee. Doei. Eerlijk hoop op een Eevee. Maar Snorlax, Lapras, Dratini. Magikarp. Die komen niet uit 10 kilometer rijden. Ja. Breek mijn dromen niet. Dat doen we altijd al. Dus als jullie dus. Kijk maar even op mij. Dank je wel. Kunnen we het commenteren? Wat leuk. Nou, ja. Zoals jullie dus aan mijn linkerkant kunnen zien. Yeah. Volgende keer ga ik weer alleen. Maar zoals je dus aan de linkerkant kan zien, dit is dus Kijkduin. Daar spant dus heel erg veel. En als we hier dan kijken, dan zien we hier dus de oceaankant. En ja, dan zie je dus dat daar heel ook veel lures actief zijn. Dus daar gaan we nou gewoon langs lopen. We zien wel wat we er tegenkomen. Groeten uit Kijkduin. Groeten uit Eilert uitkomt. En ratata. Ratatatatatatata. Nee. Rat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 
zand is heel interessant. Handen voor de camera. Dit is hoe dat wij Pokémon Go spelen. Met fun, plezier. Je gaat niet als een kudde. Dat is niet leuk. Geniet. Of doe het niet. Kinderbewaarplaats. Hier vragen wij onze kinderen. Kinderbewaarplaats. Wauw. De dingen die je wel niet ziet in Kijkduin. Oh, er spant iets. Magikarp! Magikarp? Hi. Hey. Zie je geen Magikarp? Nou, ik zie er wel één, maar... Ik kom hier dus weer een Voltok tegen. Voltok in Magnemite is dus een van de meeste dingen die je dus tegen gaat komen. Dus dat je een Pokémon met een Pokémon moet vangen. Dat is een hele rare animatie. Dit is een hele rare animatie van die Voltok, echt serieus. Hij springt, hij stuit het, hij rolt alle kanten op. Blijft zitten, dank je. Dus ja, één ding is zeker, een Electrode. Eén dagje Kijkduin, een Electrode. Kijkt hij toch serieus aan onze cameraman? Oeh, inderdaad. Ik kijk echt. Gewoon goed kijken, dus vandaar. Onze cameraman, heel serieus. Ja. Maar Why is so serious? Nou, in ieder geval, één ding is zeker. Een Electrode en een Magneton, die zul je zeker gaan krijgen. Dus... Ik hoef eigenlijk Magnemite nog niet eens meer te vangen, maar ik vang hem nou speciaal voor dit videootje. Ik zal eigenlijk al eventjes een lijst laten zien van wat we dus al gevangen hebben. Ik heb de eerste Pokémon die we gevangen hebben, heb ik Begin genoemd. Maar we hebben onze, ja, main star wat we vandaag hebben, dat is Magikarp. Maar, nee, onze grootste wat we hebben gevangen, ik weet wat jullie willen weten. Ja, we hebben een Charmeleon gevangen. Dus, wauw.
En omdat er zoveel Pokémon Go spelers samen zijn, hebben we dus het probleem dat we heel snel de spinningbal krijgen, omdat ja, iedereen die zit op 4G, 3G, 2G, halve G, G'sje. G1. Heb ik hem nou? Nee, ik krijg gewoon geen winnen. Hound. Dankjewel, Magikarp. Dankjewel, Magikarp. Kiwi. Ja, leuk. Goed, nou, we hebben die dus gevangen. Dan zal ik nog heel even snel door de lijst in gaan. Dan gaan we weer verder lopen. Eerst eventjes... Ik ben level 25 geworden en nu heb ik dus max potions. Dat is helemaal geweldig. Maar als ik dus naar Pokémon ga, we gaan dus eventjes bij de eerste kijken. Nee, ik heb geen Eevees gevangen, dat kan niet. Aerodactyl is uit een ei gekomen. Dratini, nee hier, begin. Dus ja, ik heb hier een Magnemite hebben we nu. Voltorb, Ponyta, Gastly, Mankey, de Spanteach, Charmeleon, Abra, Sandshrew. Echt zoveel Voltorbs. Leuk is een driehoekje trouwens. Vulpix, Bulbasaur hebben we weer eentje gevangen, heel veel Nidorant, een Primeape is gespawnd, Steel, Magnemite, echt ontiegelijk veel. En nou weer een Voltorb. Nou ja, ik ga hem gewoon vangen en we lopen gewoon weer verder. Ja. We zien wel. Mamma mia, why do you think of that? Oh no, mamma mia. Ik word gek van die spinning ball of doom. I'm star you. Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door zand. Zand! Zand, welkom in Kijkduin. Heel interessant. Zand! Heel interessant. Zand! Heel interessant. Zand! Kasteel. Zand! Kasteel. Zand! 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 Vergeet het, hè? Twilight Princess in HD! Wie waren we aan het opjagen? Zand! In HD! Star! Ja hoor, hij start! Jongens, het is zover! 10 kilometer rij. Oh. Oh boy. Oh ja, dan moet je wel op mij, niet op mijn telefoon. Ja, dat doe ik ook. Avo fart sake. Wat heeft hij? For fart sake, een Onix. Onix. Useless. Oké, let it slide. Tweede 10 kilometer rij, go. Oké, Eevee. 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 Nee, dit is een 2 kilometer rij. Hey, wat zit erin? Een Beedle. Ja, jij ziet het ook niet meer. Ze zien het links van. Ja, dus, een verkleinde Onix. Oké. Okay. 10 kilometer rij nummer 2. Weten we dat zeker? Komen we even niet achter. Ah, die hebben er ook al 3. Kom op! Een pincer. Een pincer. Ik weet zelfs als pincer spannen. Waar je ze niet meer nodig hebt, dan krijgen ze. Kom op, game. Laat ze moeten groeien zijn. That's it. Alsjeblieft, neem het. De reactie is real. Goodbye, Grill World! I'm gonna end it! Ja, doorlopen, je hebt een paar honderd meter gaan. Screw it! 2 pincers, wat de neus! Dan erf serieus, man. Wat de neus! I'm done! Pokémon No, dit is de laatste video! Ik ben er klaar mee! Ik ga dadelijk nog naar die lure zitten en als er niks spant, pech! I'm out! End the video! Enough! Jongens, we hebben gewoon de ideale rustplek gevonden dankzij onze Magikarp trainer. Onze Magikarp trainer die dacht bij zijn eigen, we ploffen hier neer. Ja. En we zitten hier heerlijk, ontspannen. En ik zit nog steeds bij te komen van de razernij die ik net had. 3 Pokébal, eieren. 1 Onix, 2 pincers. Ik neem het woord maar over. Het, ja. Het was niet echt heel erg gelukkige situatie voor hem. Dus ja, ik dacht inderdaad, laten we lekker neerploffen. Magikarp, die wou er ook heel veel lekker uitrusten. En ja, en toen hebben we... Grunt, wat... die speelt Snorlax. Ja, we hebben een Snorlax hier inderdaad. Hoi zeggen! Snorlax, die is aardig dood. Skull, hoi zeggen. Nee, ik ben bang dat daar... Hij is in beweging. Hij leeft in ieder geval nog wel, maar dat is zo'n beetje alles. Ja.
Hebben jullie de wortelrol? Hoi, Evie. Wortelrol? Nee, we hebben wel een Charmeleon. Waar is dat de wortelrol dan? Wortelrol is daar. Ja. Nu, net. Ja. Net. Oh, daar is dan een wortelrol, maar lekker belangrijk. Ja. Heerlijk. Jongens, we hebben hier van alles gevangen. We hebben net zelfs ook een Charmander bij een, of een Charmeleon hadden we ook uit een deur. En ik heb nou mijn Growlithe. Dus dadelijk komt er links in beeld. Komt er dus heel erg mooi. Ik hoop dat als er... Nou, we staan nu beide in beeld. Evie, ik weet het niet meer. De vorige keer wees ik naar links en toen was het aan de rechterkant. Dus nou weet ik niet meer. Ik wijs waarschijnlijk de hele tijd de verkeerde kant. Dat maakt niet uit. En... Een Pidgey! Een Pidgey! Jongens, ik laat die evolutie dadelijk zeker zien. Maar we hebben nou dus een heerlijke punt waar we echt gewoon lekker ontspannen. Zee in de rug, Vaporeon die is er eventjes uit. Jolteon die hebben we ook natuurlijk bij. Jolteon die zit niet ergens. Ergens. Maar ja, waarschijnlijk is er achter dus nou een Wartortle. Maar ik zit er lekker, jongens. Echt, nogmaals, geniet van de omgeving. Geniet lekker van rust en omgeving. Ga niet als een gek van... Daar word je echt niet vrolijk van. Nou, zo te zien kunnen we te horen krijgen wat daar was. Wat was daar? Hoe lang zit hij daar dan nog? Nou, niet meer. Weggespond, volgens mij. Het was een woordtoren of vervolgens een pinser? Welk genoeg zijn jullie? Ik haat pinser. Hoi zeggen. Ja, perfect. Dat is een running gag. Volgens mij was dat bij Castlefest. Ja. Hoi zeggen, doei zeggen. Yep. Heerlijk gewoon. Dus ja, we zitten hier nou heel erg lekker. Ik zet hier ook af en toe gewoon een leur aan als ik de kans ervoor krijg. En ik zit hier goed. Heerlijk. Yep. Ik zal dadelijk nog heel eventjes de recording aanzetten als we gaan evalueren. Oh ja, tuurlijk. Even hoi zeggen. Hoi. Nee, hoi zeggen. Oh. Hoi zeggen. Hoi zeggen. Dus... Hoi zeggen. Ja. Ik blijf hier ook gewoon niet zeggen. Dat is een goede Pokémon. Nou, dat komt omdat wij ook hele goede Pokémon trainers zijn, denk ik. Denk het ook. Plus we hebben de gezelligheid en dat is het belangrijkste bij Pokémon. Ja, let op. Alles eigenlijk. Belangrijker dan Pokémon vangen, gezellig hebben. Yep. En natuurlijk degene die net de cameraman was, die mag ook even in beeld komen trouwens. Oh! Evie! Hey! Oh, blijf even op hem filmen. Evie! Hey! Treurig nieuws. Arcanine gemist. Ik heb er helaas geen foto van. Anderen hebben hem wel. Maar wel positief nieuws. Ik heb een Growlithe kunnen vangen. Dus het is tijd om een paar Pokémon te gaan laten evolueren vandaag. Het is de laatste keer ook dat we het beeld gaan zien aan de linkerzijde. Dus ik hoop tenminste dat van jullie rechts, van mij links. Of Evie die heeft nou echt zoiets van, nee, het gaat weer de verkeerde kant op, gebruik het maar niet meer. Laat het maar gewoon aan die kant staan, het komt van eigenlijk wel goed. Zoals jullie kunnen zien, dit zijn mijn favorieten. Charmeleon heb ik even als favoriet ook gezet, omdat dat is mijn eigen geëvalueerde. Maar we gaan heel even bij nummertjes kijken. En dan ga ik eventjes gelijk kijken welke dat we gaan evalueren voor hele leuke Pokémon. Dus Ekans heb ik er maar twee van gevangen. Sandshrew, ik weet niet. Ik had al een Sandslash, maar kunnen we er nog eentje? Nee, we kunnen er nog niet eentje. Transferen ga ik pas doen op het moment dat we, ja, echt, dat ik weer thuis ben. Ik heb een Nidorina, daar heb ik nog te weinig candy voor, dus Nidorina zit er ook nog niet in. Nidoran, daar heb ik er eentje van, dat is Nidoran Plus. Daar zijn de IV's van heel erg hoog. En de reden waarom ik die wel hierbij belangrijk vind, is je moet er toch 125 candy voor hebben. En deze is 464, dat kan best wel hoog worden. Dus deze gaan we nu laten evalueren. Ik ben heel nieuwsgierig wat dit kan worden. Oké, Nidorino. 762, dat is zeker heel erg goed. Daar hoeven dus nog maar 17 candies voor. En dan hebben we dus een Nidoking. Dat is echt geweldig, dat is heel erg goed. Nou, Ninetales die heb ik ondertussen al. Vigilantuff zie ik hier al tussen staan. Oddish, gek genoeg ben ik hier niet tegengekomen. Dus die moet gewoon wachten voor de volgende keer. Meowth Persian die hebben we al, dus dat is ook niet echt boeiend. Primeape hebben we hier gevangen. Maar nou zijn we hier dus bij de Growliths. En ik heb hier Growlithe Plus. Growlithe Plus die heb ik expres Growlithe Plus genoemd. Omdat op het moment dat we Growlithe Plus bij ons hebben, dat zul je dan ook zien als ik hier doe bij Appraise. Dan krijg ik de tekst namelijk van is one of the best. En deze die heeft zo'n 80 à 100 IV's. Ja, deze Growlithe die willen we dus gaan evalueren. Zoals je dus ziet, ja, quality is best defense, bla bla bla, zeur niet. En hij is the tiniest one. En...
Nou, ze kunnen het in het beeld nu in ieder geval wel horen. Het pad is ook niet. Oh, dat is de eerste keer dat ik hier een Benno net zie. Is dat een politie? Ja, dat is een politieheli. Ja, ik heb een legitimatie van mijn Pokédex bij me, dus het was snor. Oeh, hij stort neer. Hij stort neer naar het ruimt voor het beeld. Hoppa, boom. Oké. Okay. Dus ja, ik ga heel eventjes een van de Growlers ga ik eventjes transferen. En dan gaan we er eentje laten evalueren. Want ik heb er dus eentje gemist op 1562. Dat was echt een pijnlijk momentje. Even kijken, hier hebben we hem. Die van 626, die gaan we dus transferen. Want we hebben 50 candies nodig. Dus deze doen we nou gelijk eventjes zo. Dit is een van de toppunten die ik... Vandaag was het echt het doel dat we gewoon echt een Growlithe. En nou komt natuurlijk de vraag, hoeveel Eevees hebben we gevangen? Nul. Eevees, daar wil je niet voor naar Kijkduin. Geloof mij maar. Oké, okay, here we go. Evolve, 732. Goeie IV's. Bring it on! Oh, dit is echt spannend, jongens. Arcanine, we hadden hem al kunnen hebben, maar... 700, dat moet dan goed zijn, toch? Ik denk het. Maar ja, ik heb er nooit één laten evolueren, dus ja, ik weet niet. Daar is Growlithe. Of Arcanine. Wij hebben hem nou ook. En dan nu naar het weer. Het is net alsof dat we weer in Gyarados aan het evalueren zijn. 1659 met Baldo's. Nou. Kijkduin haat mij. Ik haat Kijkduin. We hebben nog meer. Ik heb nog een Abra die ik eventueel kan laten evalueren. Maar daar wil ik nog heel eventjes mee wachten. Want dan wil ik nog misschien het ook nog een betere vind. Dus daar willen we echt pas 125 candies voor hebben. Tentacles, niet nog echt belangrijk. Hoeveel Ponyta's hebben? Want ik heb er hier eentje van 854. 30 candy hebben we ook nog niet genoeg voor. Slowbro's. Magnemite. We pakken gewoon degene die met het hoogste IV is. Waarom ook niet? Of met de hoogste CP. Evolve. Magnemite 525. Wat gaat die worden? Gewoon om onze Pokédex te completen. Magneton Ward. Pom, pom, pom. Bam, 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 bam. Nou ja, het is weer voor onze Pokédex. Ik zo'n blij deuntje, is dat geweldig. 1188 met Discharge. Yay, en er spant weer iets. Ik weet niet wat het is. Kunnen wij een seal evalueren? 31. Nee, kunnen we niet laten evalueren. Gastly zou eventueel wel kunnen, maar die kan ook voor later wachten. Voltorb, gewoon de hoogste gelijk. 514. Evolve. En heb je een Lucky Egg geactiveerd? Nee, because I don't care. Zou ik het hebben moeten doen? Nee, want ik heb te weinig evoluties. Maar ik wil in deze video gewoon deze Pokémon laten evalueren. Hier gezellig bij Kijkduin. En de man achter de schermen, oh hier hebben we Electro trouwens. De man achter de schermen, onze Magikarp trainer. Andere twee die zijn even nog aan het lopen voor eieren uit te laten komen. Maar ik heb geen geluk in Kijkduin, jongens. Oké, okay, ik heb Charmeleon, daar mag ik heel blij mee zijn. Dus ik heb medelijden met Robin. Deze kind Hyper Beam. Oh. Twee normal attacks, dus echt een stroomtype is het niet. Maar ach ja. Tackle en Hyper Beam, ik weet niet of dat een van de beste dingen is, maar die hebben we. En voor de rest, ja echt, ik heb zoveel voltops. Ik zou er nog eentje kunnen. Hoe lang heb ik nog met opnemen? Nog 3 minuten. En dan wordt het krap aan. Dat doe ik wel voor een andere keer. Execute. Kan ik een Rhyhorn evolven? Daar heb ik ook ondertussen al een paar uit een ei gekregen. Nee, die zit op 26. Die ken ik helaas nog niet evolven. Seekings. Ja, deze. Pinsel, ik haat jullie. Magikarp. Nee, dan moet ik nog 46 voor een tweede Gyarados. Ik zou ook voor deze video, weet je wat, laten we het lollig maken. Wij gaan ook nog eens een keertje hoi. Hallo. Een Eevee evalueren. Waarom? Omdat het kan. Ik heb 27 candy. Here we go, 688 Eevee. Laten we ook nog een keertje even een Eevee evalueren. Wat gebeurt, wie zal het zijn? Als het weer een Flareon is, dan heb ik 6 Flareons, jongens. Het is tijd voor een, het is weer een, het moet weer een Jolteon worden. Jolteon. Yay! Nou, oké, okay. 668 was deze of zo. Ik weet het niet meer precies, maar we hebben nou een Jolteon van 1387 en Discharge. Ik heb nog geen één Jolteon met Thunder,
weer eentje met discharge. Ik ben er klaar mee, echt serieus. Ik heb geen geluk. Misschien dat ik nog iets ga vangen, maar ik ga geen Pokémon meer evolueren. Jongens, ik ga eten. Smakelijk. Na een lange dag Pokémon vangen. Echt leuk zo, die zon. Die zee op de achtergrond. Vind ik leuk, want die zon die is op. Focus. Na een lange dag Pokémon vangen. Ah, oh, jongens, ik ben echt moe. Dus we hebben de hele dag hebben nou kijkduin gehad. We gaan dadelijk nog heel eventjes terug naar boven bij de paal. Gaan we nog één keer de leurs kijken wat we daar nog uit kunnen halen voor een 20 minuten of zo. En dan callen we hier, noemen we het een quits. Maar we zitten dus nou hier heel lekker aan dit tafeltje. En eentje is behoorlijk verbrand. Ik ben een Krabby! Extra doorgemaakt. Extra crispy. Jenny en Kingler die doet het anders, hè? Cookie, cookie. Hoe anders? Nou, hier hebben we dus onze Magikarp, die heeft gebraden vis besteld. En nog heel even als laatste dingetje voordat we gaan eten. Want tijdens het eten gaan we geen dingen vangen. Maar er was heel veel Magikarp, die moest nog heel even. En no excuses, serieus. Mijn telefoon. Die gaat tablet uit. Ja, wij hebben echt. Bij Pokémon Go hebben we allemaal zoiets van, nee, we gaan... Hij is niet Pokémon Go aan het doen. Nee, maar de telefoon ging weg. De zon die ziet er nog heel mooi uit, jongens. Dat is echt mooi. Alleen die prullenbak die verpest het dan ook een beetje. Plak je iets voor in het beeld. We doen nog Eevee voor. Ik ga met mijn hoofd er gewoon voor voorzien. Dat werkt ook nog. Dus... Maar ja, we zitten hier dus nou gezellig. Wij zijn bewust 18 plus. Ik ben 20, dus dezelfde play 20, dat weet je. Yeah. Je bent al lang niet 20 meer! Hoi. Hoi. Nou ja, wat vonden jullie ervan? Pokémon Go in Kijkduin. Nou, het in principe, de chaos is chaos. Mm. Maar daar, zolang je daar niet aan meedoet, is het heel gezellig. Het leek wel de sierenrun in Spanje. Vertel. En ik hadden ook een leuk verhaaltje, want wij waren gewoon even apart van de anderen even aan het rondlopen. Ze hebben ons gewoon een steek laten, ja. Ja. En toen was er gewoon, waren we aan het lopen, wilde ik op een Magikarp drukken, maar toen spawnde net voor de Magikarp een Arcanine, dus ik drukte op de Arcanine in plaats van Magikarp. Dus toen opeens, oh, hallo Arcanine. En dan heb ik hem gevangen. Oké. En tot slot een leuke foto. Ja. En wat gebeurde er toen daarna? Ja, dat komt nu wat terug. Waren met z'n tweeën dus. Kijk Duin, mooie plek. Ik bedoel, strand ben ik al vaker geweest. Ook bij Pokémon Go. Hartstikke mooi. Ik bedoel, je kan inderdaad overal heen toe. Je vindt heel veel. Fantastische dag, man. Oké, dan draai ik hem heel eventjes om. Of wil jij... Nou, ik zelf, Kijk Duin, ik vind het een beetje overhyped. Veel te overhyped zelfs. Ik heb het nou meegemaakt. Ja, het is gezellig. Het is druk. Maar de drukte komt. Hallo, je zit aan het strand. Dat ten eerste. Ten tweede, de Pokémonpaal. Hartstikke leuk. Er zit een markt omheen. Hè. Daar is het druk door. De horde mensen. Ik heb 3 tot 4 keer inderdaad een horde rennende mensen gezien. Voor de rest helemaal niet. De Pokémon die je hier kunt vangen, ja, er zitten inderdaad legendarische tussen, maar ik denk niet tot Kijkduin. Je vindt hier inderdaad hele zeldzame Pokémon, begrijp me niet verkeerd. En met zeldzame Pokémon, we hebben een Arcanine gezien, we hebben een Charmeleon hebben gezien. Ik hoorde dus nou net van meneer naast ons, er is hier een Venusaur inderdaad gespand. En een Blastoise. En er is een Blastoise ook hier ergens in de buurt gespand. Er komt hier inderdaad wel een hand van zeldzame Pokémon kom je hier wel tegen. Maar wat ik het allerbelangrijkste vind is de gezelligheid die er is. De rust die je elkaar geeft. De respect natuurlijk die je aan anderen geeft. Dat is heel belangrijk. En wat ik niet snap is de kritiek die op de website staat van Kijkduin zelf. Ja, wij willen dat er geen Pokémon meer spawnen of minder Pokémon spawnen. Bla 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 bla. Waarom? Ze verkopen shirtjes met I got to Pokéduin. Zo heet het dan. Pokéduin. En allerlei caught was this lazy t-shirt. Reclame maken van Pokémon Go. Er staat een paal waarin staat dat dit de hoofdstad is. De Pokémon hoofdstad van Nederland. En dan zit iedereen... Pokémon Go. Nee. Ze vragen zelf om de spelers hierheen te komen. Om vervolgens te zeggen van... Ja, dat willen we niet. Eindconclusie. We gaan daar eigenlijk nog zitten. Dus niet einde van de video. Maar eindconclusie.
Super gezellig. Aanrader zeker. Maar vergeet niet de eerste regels die ik heb gezegd in het begin van deze video. Respecteer elkaar. Kijk waar je mee bezig bent. Hou het netjes. Ga geen rotzooi achterlaten. En natuurlijk ga niet als een kudde wilde stieren een kant oplopen omdat er toevallig een Pokémon zit. Dat is levensgevaarlijk. Echt niet doen. Voor de rest probeer ook een beetje te genieten van het strand. We hebben net nog een lekkere strandwandeling gemaakt. Dus ja, we hebben echt gewoon een topdag gehad. En nu zitten we hier inderdaad gezellig tot we hier eten hebben besteld. En daar komt dadelijk nog een scène van. Lekker gezellig. Kijk, man, eten. Jammee. En ik zie er niet uit. Ik heb een bed hair day, ik weet het. Dus, dat is een beetje mijn ervaring. Ja, ik neem hem wel weer van je over. Oké, Evie, hoe vond jij het? Wauw. Ja, die zagen jullie niet aankomen. Ja, de Evie van Terraria. Hij zit hier. Ja, die zagen jullie niet aankomen. Maar ja, die hadden we ook bij de Efteling gezien. Wist jij het? Ik toevallig wel. Jongens, wij wachten heel even op het eten. Oh, ik heb honger. Ik ben moe. Zeker. Film het. Sperrips. Sperrips. Hamburger. Sperrips. Evie, blijf vanaf. Van welke Pokémon is dat gemaakt? Miltank. En de spare rib, Miltank. Waarom denk je dat je in Pokémon Ghost niet tegenkomt? Nou, het begint al een beetje aan de donkere kant te worden, want het is nou ongeveer na 8. Maar goed, we hebben dan kijktuin, we hebben ons ervaring gegeven. En we zitten dan nu, hebben lekker zitten eten bij de kust. Dus, ik heb heel veel positieve reacties gehoord over de spare ribs. Echt magnifieke spare ribs hier. Het is echt geweldig. Oh. Ik zit er nog steeds van te genieten. Boterzacht hoor, het was in één keer op. Sorry, kun je nog één keer zeggen boterzacht? Boterzacht. Boter, boter. Het was boterzacht. Ik moet wel, de hamburger hij was heel erg lekker. Het enige wat nadelig was, is ze hadden geen plakjes tomaten, maar echt van die kleine hele tomaatjes erin zitten. Dat was niet echt lekker in het broodje. En hij was best wel klein voor de prijs. Dus de kust, hele gezellige sfeer, dat zeker. Pokémon Go vriendelijk trouwens, dat ook. Ik heb gehoord dat er sommigen in de buurt zijn, misschien is dat van, ja, wees hatelijk tegen hun, dus ik noem geen namen, maar het is een gerucht. Maar ze zijn Pokémon Go vriendelijk. Waar wij hier toevallig zitten bij tafel 205, zit je gelijk tussen twee Pokestops. Dus nogmaals, als je aan het eten bent, telefoons van tafel. Alleen nog heel even één ding. Zit je aan tafel 205, dan komt het regelmatig voor dat serveerstjes verdwaald zijn. We hebben jou twee keer saté. Eigenlijk hadden we ons gewoon aan moeten nemen. Van, ja. Kolen? Ja, we hebben we op zich. Kleine kolen! Ja, nee, natuurlijk. Leg het er wel gezellig bij. Dus ja, ben je inderdaad een hele dag in Kijkduin, dan is de kust zeker wel een plek waar dat je lekker zou kunnen eten. Dus hartstikke gezellig. En ja, er zitten hier twee Pokestops. Maar ben je hier lekker aan het eten? Jongens, echt serieus. En ik kijk ook naar jullie die nu deze video aan het kijken zijn aan een tafel of tijdens het eten. Doe die telefoon weg. Je bent gezellig met mensen aan het eten. Weg die telefoon. Nu. Inderdaad. Dat doe je niet. Wij hebben hier echt, er staan leurs hier actief. Hoe weten we dat? Toen we hier aankwamen, lopen hier mensen voorbij. Die nemen ook gelijk de leurs mee. Kijk, zou ze nou hier in één keer roepen van er is een blast. Dus dan weet ik zeker dat wij ook de telefoons tevoorschijn halen. Nogal wie dus. Uitzondering mag. Maar grotendeels hou die telefoons gewoon lekker in je tas, in je broekzak, wat dan ook. Nou, wij lopen dadelijk nog heel eventjes naar de grote paal toe. Van de hoofdstad van Pokémon. Of de Pokémon hoofdstad van Nederland. En daar sluiten we af. Hopelijk tot het niet te donker is. Maar dat gaan we zeker proberen. Dus wij genieten nog heel eventjes langs. En dan komt hier weer een hele groep. Hé, wat? Menigte. Ja, nou, menigte. Het valt wel mee. Het is in een klein groepje. Gotta wrap him up, gotta wrap him up. Yeah. Gotta wrap him up, gotta wrap him up. Yeah. Pokémon. Oké, nou, ik hoop dat ik nog een beetje te zien ben hier in de duisternis. Luister troef. Dit is dus het einde van ons Pokémon Go avontuur in Kijkduin. Ik laat nog heel eventjes de Pokémon zien aan de linkerzijde voor mij, aan de rechterzijde voor jullie. Ik hoop dat ik het goed doe, Eevee. Ik serieus, sorry daarvoor. Waar is Vaporeon eigenlijk? Ook hier. Nevermind, er is hier een dodo gespand. Die vang ik nog eventjes, want ik heb nog geen dodo volgens mij. Sorry jongens, het is mijn CP10. Sorry cameraman. Magikarp. Altijd weer, ja. Altijd weer uitstel. Maar ik wil eigenlijk nog niet tot het einde, want we hebben het zo gezellig gehad. Daarom gooi ik nou expres 300 keer mis ondertussen.
We hebben het zo gezellig gehad, jongens. Maar ik wil nog heel eventjes een recap van wat hebben we nou precies gevangen. Hoe is onze ervaring geweest? En natuurlijk willen we nog met z'n allen gezellig doei zeggen. Dus, nou, Dodewal was gevangen. Geen Pokédex, oké, dus die had ik al. Nou, we gaan nu dus heel even snel naar onze Pokédingen toe. Ik drukte verkeerd. Pokémon. En dan gaan we naar Recent. Dit is op nummer, dat is niet handig. Recent. En dan moeten we dus naar het beginvakje. En jij zei dat er een blauwe gloed overheen zat? Er zit een gloed in het midden van de Pokémon. Bij alle nieuwe gevangen. Oh, ik heb hem hier al gevonden. Oké, nou hier is het begin. Ik zal dus heel erg langzaam. Ik zie een Magnemite, Voltorb, die hebben we nog geëvalueerd. Ponyta hebben we te pakken gekregen. We hebben een wilde Charmeleon, Gastly's hebben we gevonden. Voltorbs in overvloed, Sandshrews in overvloed. Nidoran zie ik hierbij. Magikarps enorm veel. We hebben eindelijk de Growlithe te pakken gekregen. Dat is een Arcanine geworden. Primeape hebben we, want ja, die staat niet bij Recent, want dat is een andere die we hebben gevangen. Of ja, laten evalueren. Magnemite, Magneton, Cubone. Is uit een ei gekomen, die heb ik niet gevangen, ik wou al zeggen. Ekans zijn we net een en ander tegengekomen. Rhyhorn zie ik hier voorbij komen, nog meer Ponyta's, Mankeys, heel veel Seals, Dratini's, Voltorbs, Porygon zijn we nog tegengekomen uit een allure. Omnite hebben we, voordat we begonnen met eten, hebben we die nog hier gevangen. En nou zie je dus hier als laatste de Doduo die we hebben gevangen. Dus ja, we hebben enorm veel gevangen. In the darkness lies the truth. Pokémon Go in de duisternis. Het is niet te doen, jongens. Echt, het is niet te doen. Ik ben aan het filmen. Oh ja, daar was inderdaad. Daar was, bij die lampjes daar. Dat is de zee trouwens. Dit is de zee in het pikken donker. Maar waar iedereen weer aan het rennen is. Voor een Alakazam. Ja. Alakazam? Een Alakazam. Oh, ja, ik zie het. Ja, nou, ik hoef nummer 2 Abbas en ik heb Alakazam. Dat is wel mijn zin. Nee, daar moet ik nog wel veel voor, maar moeten jullie eens goed opletten wat wij nu doen. Inderdaad. Ik heb wel aan de lucht. We gaan kijken. Er loopt daar een chaotische gastengroep weer. Rent. Rent, duwt, push. Ik heb vrienden die naar huis moeten. Eentje moet via openbaar vervoer. En het leukste zou nu zijn als er dus nu in één keer gewoon een Charizard bij zo'n lurespan. Kwartiertje, hè? Ja, kwartiertje. Oh. Nou, ze zeggen in ieder geval doe rustig aan. Ik weet niet of jullie dat hoorden, maar echt, mocht je dit kijken, pluspunten. Ja. Gelukkig zijn we niet de enige wijze mensen hier. Nee, dat was inderdaad heel slim dat we dat deden. En Squirtle rent weg. Ah. Ja. Daar wil ik ook nog langs. Hey, Gastly. Jongens, wij staan weer bij de paal terug. Nou ja, jullie zien alleen lampjes volgens mij. Ik weet niet of jullie het zien, maar we gaan het gewoon proberen. Volgens mij. Welkom in Kijkduin, hoofdstad, Pokémon hoofdstad. Ja, ja, Magikarp. Oh, Magikarp. Ze zien dit. Helemaal goed. Ik heb nog een Gastly gewoon. Kijk hier, ik heb nog een Gastly. Yay. Maar goed, in ieder geval donker, muziek en alles uit, speakertjes uit. Dat hebben we allemaal gedaan. Het is tijd om naar de auto te gaan. Jongens, komen jullie heel eventjes in beeld staan? Als we het zien tenminste, want even kijken. Daar hebben we het bord. Dus we richten naar een beetje naar beneden en hopelijk ze een beetje te zien. Ik denk het wel. Ik zie mezelf. Wij danken jullie voor het kijken naar deze... Ja, ik denk het wel. Ja. Wij danken jullie voor het kijken naar deze aflevering. Pokémon avontuur in Kijkduin of pech in Kijkduin. Ik weet nog niet hoe ik het kan noemen. Voor mij was het een enorme pech, maar we hebben leuke Pokémon gevangen. Ja. We hebben heel veel plezier gehad. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal te zien in de volgende video. Jullie enorm bedankt voor de gezelligheid natuurlijk. Natuurlijk. Dat is hartstikke gezellig. Ja, nee. En voor jullie, tot de volgende keer. Ik kan niet zwaaien, want ik heb een camera in mijn hand. Doei zeggen! Doei zeggen! Doei zeggen! Doei zeggen! Doei!